Dit is Hart van Nederland met vandaag. Nederland betrapt een groep Russische cyberspionnen op heterdaad. Rutte sluit stappen tegen Rusland niet uit. Opmerkelijke details van de Russische cyberspionageactie zijn vrijgegeven. Dit lag er bijvoorbeeld in de achterbak van hun auto. Een hele goede avond. Het is niet uitgesloten dat Nederland maatregelen tegen Rusland gaat nemen. En dat vanwege de ontmaskering van 4 spionnen van de Russische overheid die een cyberaanval wilden plegen op de OPCW in Den Haag. Een organisatie die onderzoek doet naar het gebruik van verboden chemische wapens in de wereld. De 4 Russen kwamen in april ons land binnen om de OPCW te hacken, om zo aan geheime informatie te komen. De Nederlandse Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst heeft de spionnen gevolgd en de operatie verijdeld. Minister-president Mark Rutte vindt de spionageactie verontrustend en is blij dat de veiligheidsdiensten hebben ingegrepen. Nou, de reactie van Rutte volgt op een nu al geruchtmakende persconferentie op het ministerie van Defensie eerder vanmiddag. Daar werd tot in detail uitgelegd hoe de cyberspionageactie van de Russen zou verlopen en hoe die actie werd verijdeld. Nooit eerder gaf de inlichtingendienst zoveel details vrij. Op 10 april reizen 4 Russen op een diplomatiek paspoort van Moskou naar Nederland. Op Schiphol worden ze begeleid door iemand van de Russische ambassade. De mannen hebben grote hoeveelheden contant geld bij zich en verschillende mobiele telefoons. Op 11 april huren ze een auto, een Citroën C3. Op deze dag komt er vanuit Engeland informatie binnen over hun mogelijke doelen. Foto's van onder meer beveiligingscamera's laten zien dat de verkenning zich steeds meer lijkt te richten op het OPCW. Een organisatie die zich inzet tegen chemische wapens en onderzoek doet naar vergiftigingen in Engeland waarbij de Russische geheime dienst betrokken zou zijn. Op 13 april parkeren de mannen de auto op het parkeerterrein van het Marriott Hotel zo dicht mogelijk bij het OPCW. In de achterbak ligt apparatuur waarmee ze het wifi-netwerk van de organisatie willen hacken. Ja, nou, bij ons in de studio directeur cybersecurity en oud-AIVD'er Pim Takkenberg. Van harte welkom, meneer Takkenberg. Ja, wat dacht u toen u hoorde welke details er allemaal vrijgegeven werden tijdens die persconferentie? Nou, ik dacht wel echt, dat is een unieke en historische dag. Niet eerder in de geschiedenis heeft een inlichtingendienst, een Nederlandse inlichtingendienst, zoveel informatie vrijgegeven over een aanval waarbij ook duidelijk kenbaar wordt wie daarvoor verantwoordelijk zijn. Ja. Waarom brengen ze zoveel details naar buiten, denkt u? Want dat hebben ze niet eerder gedaan, toch? Nou, ik denk dat daar 2 redenen voor zijn. De eerste reden is dat de Amerikanen later op de dag 7 mensen hebben aangeklaagd, waaronder de 4 verdachten of de 4 personen die betrokken zijn geweest bij deze aanval in Nederland. En dat daarmee die informatie sowieso openbaar zou worden. En de tweede reden is dat dit wel eigenlijk de enige manier is om dit soort inlichtingoperaties structureel wat meer te kunnen verstoren en het werk wat moeilijker te maken voor dat soort inlichtingendiensten. Ja. Deze 4 Russen waren onderdeel van een organisatie, GRU. Kunt u wat vertellen over deze organisatie? Ja, GRU is een van de 3 inlichtingendiensten die Rusland kent. Het is de militaire inlichtingendienst. En zo'n inlichtingendienst is vaak het verlengstuk van de overheid en de politiek in Rusland. Ja. En verzamelt onder andere in het buitenland informatie die we kan helpen om bepaalde besluiten of beslissingen te nemen. En dat is wat ze hier ook hebben gedaan. Ja. En die 4 Russen die maakten dus deel uit van een meedogenloze organisatie. Maar zo gevaarlijk als ze misschien waren, zo onopvallend gedroegen ze zich in de dagen dat ze hier in Nederland waren. De manager van het Marriott Hotel in Den Haag merkte pas dat er wat aan de hand was toen zijn Russische gasten werden opgepakt. Ja, onopvallend, maar zeker geen beginnelingen, deze cyberspionnen. Bij de mannen werd een computer aangetroffen waarop te zien was dat de mannen onder meer in Kuala Lumpur in Maleisië waren geweest. En daar hadden ze getracht bij justitie informatie te stelen over het onderzoek naar de ramp met de MH17. Nabestaanden van de MH17-ramp zijn dan ook geschokt. Ja, het is al met al wel een hele grote actie die verijdeld is. Maar het lijkt ook een beetje, hè, dat bijvoorbeeld het jasje in die achterbak over die antenne heen gedrapeerd om het te verdoezelen. Het lijkt ook wel een beetje wat klunzig of zo. Ja, dat klopt. Er zitten best elementen in deze actie die er heel klunzig uitzien. Maar hoe kan dat? Ja, dat laat zich een beetje raden. Ik kan mij heel goed voorstellen dat ze dit veel vaker hebben gedaan. Hè. Dat blijkt ook wel uit het onderzoek van onder andere de laptop die in beslag is genomen. Ja. Dat ze op meerdere plekken zijn geweest. En dat je op een gegeven moment misschien wel een beetje oververzekerd wordt. Hè. Zelfverzekerd wordt, overmoedig. En, ja.
Ja, en dat je op die manier wat fouten gaat maken en daar wat minder goed over nadenkt. Aan de andere kant moet ik ook eerlijk zeggen dat we moeten oppassen dat we niet het werk van de inlichtingendiensten tekort doen. Want dit vraagt ook wel heel veel. En het lijkt er nu heel amateuristisch uit te zien, maar dat is ook wel een compliment aan de samenwerkende inlichtingendiensten, hoe ze dit hebben aangepakt en ook prachtig hebben kunnen reconstrueren. Ja, de MIVD was gewoon heel goed eigenlijk. Een dikke pluim. Ja. Maar Nederland was niet het einde van deze hackreis, zullen we maar noemen, toch? Nee, dat klopt. Uit de informatie is ook gebleken dat ze van plan waren. Ze hadden treintickets gekocht om nog naar Zwitserland toe te gaan. Daar zit ook nog een laboratorium van de OPCW. Dus het lijkt erop dat ze daar hun activiteiten wilden gaan voortzetten. En dat het echt een clubje is die dit op meerdere plekken in de wereld gewoon doet. Structureel gewoon doet. Ja. Ja, u hoorde het Pim Takkenberg zojuist al zeggen. De Amerikaanse justitie die maakte vandaag bekend een officiële aanklacht te hebben ingediend tegen 7 Russische inlichtingofficieren. 4 van de 7 zijn dezelfde mannen die in Nederland probeerden te hacken. Die stap van de Amerikanen was dan ook de reden dat Nederland juist vandaag de spionagezaak openbaar maakte. Ook een dikke pluim van de Verenigde Staten dus. Maar na alles wat we weten, hoe moet het nu verder met die Russen? Het kabinet sluit maatregelen dus inmiddels niet meer uit. Maar wat vindt Nederland hiervan, Annemarie? Ja, daar is Nederland heel duidelijk over. Maar liefst 80% van de 1500 deelnemers aan ons onderzoek vindt dat Rusland dit niet ongestraft mag doen en dat er dus sancties moeten komen. Maar wat voor sancties zouden dat dan moeten zijn? Het verbreken van de diplomatieke betrekkingen heeft bij 33% de voorkeur. Een economische boycott krijgt de steun van 31%. En het wegsturen van de Russische ambassadeur, daar staat 21% achter. Ja, meneer Takkenberg, tot slot even deze 3 opties, hè, volgens Nederland zou eventueel mogelijk zijn. Wat vindt u? Wat zou er nu moeten gebeuren? Nou, ik denk dat het op zich allemaal logische opties zijn die je moet overwegen. Maar ik zou er ook op willen aanvullen dat ik vind dat richting de toekomst we internationaal op een vergelijkbare manier moeten blijven samenwerken. Want dit houdt niet op, dit blijft ook doorgaan. En dan is het belangrijk dat je dit soort acties inderdaad ook gewoon onderkent en ook een stuk kunt maken. En op die manier dit soort inlichtingendiensten en mensen die erbij betrokken zijn echt aan een publieke schandpaal kunt nagelen om daarmee het werk voor hun veel ingewikkelder te maken. Dat is belangrijk. Dank u wel voor de toelichting. Graag gedaan.